Die start het project Music for Kids. Er hebben 17 jaar heel veel kinderen aangemeld om muziekles te krijgen. Dit project kan bij kinderen gratis AGB-les krijgen, algemene muzikale vorming, wordt nog steeds ieder jaar herhaald. Dat is nodig omdat kinderen toch niet altijd volhouden en uiteindelijk toch voor een andere hobby kiezen. Maar als vereniging wil je wel ieder jaar een nieuwe aanwas krijgen. Uit de eerste lichting van 2008 is in het jaar 2010 uiteindelijk jongerenclub ontstaan. In dat jaar was hij het eerste officiële optreden tijdens het Haagse Noodfestival. Sindsdien hebben ze al diverse keren opgetreden en ook hebben ze al een paar keer aan de Truva meegedaan. Maar dat deden ze altijd speciaal. Dit jaar hebben ze samen met de instructie heel hard geoefend om te gaan marcheren. En dan ook nog een instrument bespreken, dat valt niet altijd mee. Ze hebben nu zelf een combinatie in de vorm van een kleine show gekozen. Dit hebben ze voor het